Hallo, mijn naam is Hugo en vandaag laat ik zien hoe je een paludarium maakt. Ik heb een vrij lang aquarium heb ik gekocht en daardoor heb ik ervoor gekozen om verschillende soorten laagjes op te bouwen. Onderaan heb ik gewoon zwart grind gekocht. In principe heeft die laag niet echt heel veel nut. Daarboven heb ik een klein laagje substraat voor de waterplanten eventueel. Daarboven heb ik gewoon zand om het een beetje op te vullen. En daarboven heb ik het substraat voor de planten in het landgedeelte. En voor het aquagedeelte heb ik gewoon alleen maar een laagje substraat voor echt aquarium gekocht. En daarboven heb ik gewoon een zandlaagje. En daardoor heeft het gewoon wat mooiere look. Ik heb er zelf ook nog een klein grotje van gemaakt. Dat is eigenlijk heel eenvoudig te maken. Je koopt eigenlijk gewoon een grotje, kan je eigenlijk overal kopen. En die zet je gewoon neer en je doet er gewoon wat aarde overheen. Want dat heb ik gedaan. En dan heb je gewoon een mooi grotje waar ze ook wel in kunnen zitten. Het enige nadeel ervan wel is dat je dan een stuk meer zand nodig hebt om die hoogte te vullen. Maar dan heb je wel gelijk wat moois. En voor het landgedeelte heb ik bromelia's gekocht. En nog gewoon een beetje andere plantjes wat wel gewoon tropisch zijn. Als je ook een tropisch klimaat wil hebben voor het landgedeelte, dan moet je ook ervoor zorgen dat je ook wel de juiste plantjes hebt. Die kun je in principe gewoon kopen bij dichtstbijzijnde tuinwinkel. Dat maakt op zich niet uit. Je moet wel ervoor zorgen dat je voordat je een plant koopt en erin zet, eerst zorg dat je het goed schoonmaakt voordat, want anders kan er namelijk verschillende soorten beestjes. En voor het landgedeelte gebruik ik gewoon hout van dichtstbijzijnde dierenwinkel en ook kienhout. Dat kienhout is ook goed voor het aquagedeelte. En voor het aquagedeelte heb ik dan ook dragonstone gekocht. Dragonstone, dat is gewoon een heel fijn steen dat je makkelijk kunt breken en daardoor ook mooie stukjes van kunt maken. En voor de rest heb ik ook gewoon een beetje mosten neergezet om het een beetje op te vullen en gewoon de waterplantjes. Dat is gewoon puur om het water, gewoon voldoende zuurstof in het water te hebben. En ook gewoon een beetje mooi te maken natuurlijk. Ik gebruik ook een filter voor mijn paludarium. Voor filter gebruik ik van Cera de Phil 60. Dat is gewoon een hele fijne pomp. Heeft ook gewoon zo'n mooie afvoerbuisje. Ik heb het ook gewoon zo gemaakt zodat er niet heel veel van ziet. Heb ik gewoon dan een beetje met Dragonstone heb ik het gewoon een beetje verborgen. En dan heb ik er ook natuurlijk wat filter overheen gedaan zodat natuurlijk wel het water doorheen kan blijven stromen. En dan heb ik het ook een beetje zo gemaakt dat er een andere steen aan de zijkant is. En zo kunnen dan mijn rouwgekko's gifkikkers kunnen er dan zo overheen lopen. Zodat ze gewoon ook wat meer ruimte hebben. Want ik ga namelijk voor dieren ga ik rouwgekko's en pijlgifkikkers kopen. Maar zoals je al kunt zien is mijn terrarium 50 bij 40. En dat is natuurlijk niet heel groot voor pelgifkikkers. Dus daarom raad ik ook aan als je ongeveer dezelfde maat hebt om het ook wel een beetje uit te breiden. En ook de meest makkelijke soort te kiezen. Maar voor rouwgekko's is dit wel helemaal prima. Ik heb ook gewoon zo'n tak ervoor gemaakt zodat ze ook een beetje kunnen oversteken. En echt wel gewoon ook optimaal gebruik van kunt maken van de ruimte. Uiteraard moet je eerst even wachten voor het vissen om te doen. Moet je normaal gesproken 3 weken voor wachten. Om dat te testen kun je van Tetra, heb ik gekozen, een test van 6 in 1 gebruiken. Heb je gewoon zo'n buisjes met allemaal van die staafjes. En daardoor kun je de waterkwaliteit kun je dan testen. Want anders kan namelijk de pH-waarde of de NO2, NO3 te hoog zijn of te laag zijn. En daardoor kunnen de vissen dan doodgaan. Je kunt het ook testen door het gewoon het water te brengen naar de dichtstbijzijnde dierenwinkel. En daarbij kunnen ze het ook testen.
Dus ik ga nu even wachten en dan zie ik je weer over 3 weken. En dan maak ik een video over hoe het is om alle dieren in te hebben en ga ik er ook een uitleg van geven.